Van het autobedrijf dat handelt in Amerikaanse auto's is niks meer over. Alleen de auto's die buiten stonden hebben het overleefd. Speciale reinigingsteams zijn vanmorgen gelijk begonnen met het verwijderen van de vrijgekomen asbest. De straten zijn schoongespoten, de daken komen nog. En vervolgens zijn de deskundigen van zo'n asbestbedrijf nu op zoek daar waar het zit. En alles zal worden schoongemaakt. En zoals nu hun eerste inschatting is, is vier polders over 2 dagen weer volledig asbestvrij. Inwoners van vier polders hoeven zich volgens de burgemeester geen zorgen te maken over hun gezondheid. De brand brak afgelopen nacht om 2 uur uit in de Provenierstraat. Er waren enkele ontploffingen te horen. En door de enorme rookontwikkeling moesten 20 woningen worden ontruimd. Het was levensgevaarlijk, want er wonen maar een meter of 10, 12 erbij vandaag. Ik dacht dat er een vuurwerkfeestje aan de gang was. Ik ging buiten kijken, dus stond de boel daarnaast in de brand. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in het dorpshuis in Vierpolders. De politie denkt dat de brand is aangestoken. We moeten de oorzaak nog onderzoeken, maar de brandweer maakt een melding van meerdere brandhaarden. En daarom houden we toch wel ernstig rekening met de brandstichting. Werknemers van het autobedrijf kunnen hun ogen maar niet geloven. Er werkten 12 mensen op kantoor en in de garage. Wat er met het bedrijf gaat gebeuren is nog onduidelijk. Ook de eigenaren zeggen nog geen idee te hebben wie de brand zou hebben aangestoken. Maar er zijn geen vetes of boze klanten? Nou, zeker niet dat ik weet, maar ik bemoei me ook niet met de bedrijfsvoering. Maar ik heb het ook nagevraagd bij de mensen die hier werken. Nou, er zijn geen aanwijzingen, er zijn geen conflicten. Ja, er is altijd wel eens iemand die geklaagd heeft over een rekening, maar dat heb je natuurlijk bij elk bedrijf. Maar er is niet iemand waar we nou specifiek aan denken dat hij daarbij betrokken zou zijn, nee.